U heeft na de persconferentie alle gelegenheid voor meer foto's. Maar ik wil jullie nu allemaal vragen te gaan zitten. Daar zul je ze hebben, de gezusters Maywood. Na 19 jaar weer terug op het podium. Ze hadden ruzie totdat Gerard Joling tussen beiden kwam. Ja, wat is dat nou? Ja, ik had een korte broek aan, want er kwam zoveel pers vanmorgen. En de dames waren nogal erg nerveus van Maywood. Dat was de reden dat we hier ook waren. Ja, dan trek je je korte broek aan. Ik denk, we moeten het een beetje luchtig houden. De gezusters Maywood komen na jaren weer bij elkaar over de vloer. Ja, we beginnen gewoon met een kopje koffie. We eindigen met een lekkere borrel en dan is alles weer goed. Het moet groeien. Want onze jongeren kijken, die kent ze misschien niet. Even de hits nog eventjes. Ja, Rio. Hoe ging je ook alweer? Rio de Janeiro, Rio. Rio de Janeiro. En wat hadden we nog meer? Late at night, early in the morning light, you can feel the moon. We hebben nog niet samen gezongen, maar daar heb ik helemaal geen hard hoofd in. Dat gaat gewoon, pakken de draad weer op. En kunnen ze het nog? Ja, dat heb ik al eventjes beluisterd net in de kleedkamer. Dat kunnen ze zeker nog. Ja? Ja, nee, die kaart net nog een strot van niet de Tokio. En wat als ze nou tijdens Rio op het podium straks mot krijgen met elkaar? Nou, ik denk niet dat dat gebeurt. Nee, nou, als dat in Rio gebeurt is het nog het minst erg, want er komt zoveel vuurwerkveren bij, dus dat is geen probleem, denk ik. Tot slot, Joling was laatst nog slachtoffer van een onbekende grappenmaker. Die had de pers namelijk gebeld dat er een standbeeld van hem in Schagen zou komen. Dat was een grote grap. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Flauw. Ja. Wat heb je eraan? Niks. Nou, niemand wordt er wijzen van. Misschien komt hij er toch nog in korte broek, hè? Nou, een standbeeld. Al, 25 jaar in Madame Tussauds, dat vind ik ook al een hele grote eer. Misschien is het iets te veel eer in brons, ik weet het niet. Okay. Dankjewel. Graag gedaan.